Stand by. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de trio jackpot koers en het is Andreas Wageman aan de buitenzijde. Galoppade aan de binnenkant van Chubby Bobber. Paarden komen de eerste meters door en bij het doorkomen van de eerste meters is het nu aan kop Come on Scott. Come on Scott heeft de leiding als de deelnemers de bocht ingaan. Op de tweede plaats Andreas Wageman. Daar komt aan de buitenzijde Chubby Bobber weer. Met verder weg in het veld op dit ogenblik dan de nummer 4 en dat is Das Mein Meadow. Enkele lengte daarachter volgt aan Orgoglio del Noor. En zo zijn de deelnemers op weg naar de overzijde van de baan. Daarachter is het dan Alonso Meadow op enkele lengte. We hebben langgerekte afstanden als de paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan zijn. En Coman Scott intussen de leiding heeft. Op de tweede plaats is het Andreas Wageman. Die aan de buitenzijde wordt geflankeerd door Chubby Bobber. En zo gaan de paarden dan de bocht in. En bij het indraaien van de bocht zien we achter de leiders Niels Jongejans. Hij rijdt Das Mein Meadow. En achter Das Mein Meadow is het op dit ogenblik Orgoglio del Noor. Met verder weg in het veld dan Alonso Meadow. Dat zijn op dit moment de frontrankers. Een groot gat dan tot Automatic Frisia. Daarachter volgt dan de nummer 9 Quito Bino. En de paarden zijn aan de zijde van de tribune. Verder weg in het veld nog Spito Canje. En achterstand is er voor Louisville Os. Paarden in de rechte lijn. Zo dadelijk nog een ronde te gaan. En aan de binnenkant nog altijd Come on Scott de leider. Come on Scott met aan de buitenzijde Chubby Bobber. Daarachter volgt Andreas Wageman aan de binnenkant. En die wordt gevolgd door Das Mein Meadow. Zo gaan de paarden dan de laatste ronde in. Daarachter Orgoglio del Noor, gevolgd door Colonel Newport, Automatic Frisia, Quito Bino en Spito Canje. De coolboxbocht wordt gerond. En de paarden gaan af op de overzijde van de baan. Met onveranderd Coman Scott de leider. Coman Scott een lengte voorsprong op het achtervolgende peloton. We zien op de tweede plaats nog altijd Chubby Bobber. Daarachter Andreas Wageman, Orgoglio del Noor, die probeert ook wat, maar die valt daar een beetje terug en de paarden zijn... Uitgeschakeld nummer 10 galop. Aan de overkant van de baan, Louisville As, die wordt inmiddels uitgeschakeld. De paarden gaan dan af op de laatste bocht en het is nog altijd Come on Scott. Op de tweede plaats Chubby Bobber, dan Andreas Wageman, Das is Mein Meadow. Daarachter volgt dan Alonso Meadow en zo gaan we dan de laatste bocht in. Komen ze dadelijk richting laatste rechte lijn. Spito Canje en Quito Bino die proberen bij te blijven. Paarden komen de laatste rechte lijn zo dadelijk in. En bij het doordraaien van de bocht ziet het er goed uit voor Come on Scott. Come on Scott die heeft 2 lengte voorsprong. Chubby Bobber op de tweede plaats erachter Das Mein Meadow. Aan de buitenzijde Alonso Meadow. Paarden hebben nog 200 meter te gaan. Komen langs de manege. Coman Scott lijkt nog altijd. Daar komt aan de buitenzijde Alonso Meadow. En die komt de aanval frontaal open op de leider. Coman Scott, Alonso Meadow. Maar Coman Scott die heeft duidelijk de overhand. Coman Scott die gaat hier de overwinning grijpen voor Alonso Meadow. En erachter Chubby Bobber.